Mede dankzij de actieve ingrediënten helpt het de vorming van tandsteen tot 80% te verminderen. Daarom dagelijks Dentastix. Pedigree en de dierenarts. Samen voor gezonde tanden. Hallo, mijn naam is Evan Krol. En ik ben helemaal zat. Nou, als ik thuis kom, ga ik vaak op de computer. En dan om 4 uur ga ik de vlog van Enzo Knol krijgen. Dat doe ik bijna elke dag. Dames en heren, ik heb het super erg naar mijn zin. En hopelijk vinden jullie dit een hele gave vlog. Hij doet rare dingen, maar hij weet wel wat hij doet. Het is ook een gekke jongen. Dat is dus ook grappig, dat hij gek is. Hij heeft niet echt een doel. Ik denk dat mensen Enzo Knol leuk vinden omdat hij veel gekke dingen doet, geen schaamte heeft. Het zijn vooral jongeren, echt jongeren van 12, 13, 14 jaar die hem volgen. Dan brak hij opeens zijn been weer en dat vinden ze ook allemaal gaaf om te zien, weet je. Hallo? Ik ben Jordi en ik ben een hele normale jongen. Volgend jaar ga ik beginnen met een studie media vormgever. En ik hoop daarna gewoon iets in de video editing branche te kunnen doen. Nou ja, als ik thuis kom, dan ga ik eigenlijk meteen achter mijn computer zitten. Kijk ik wat mijn abonnement op YouTube, de mensen die ik volg, wat die hebben geüpload. Dan klik ik SoundCloud aan, dan ga ik daar precies hetzelfde doen. En daarna ga ik meestal editen aan mijn eigen filmpjes. Nou, mijn nieuwe YouTube kanaal is nog niet zo succesvol. Vier weken geleden ben ik begonnen. Ik had gisteren voor het eerst dat ik een video die best veel hits had. Ik had nu iets van 300 weergaven, terwijl ik nog maar 10 mensen heb die me volgen. Nou, je hebt verschillende challenges, zoals de My Boyfriend Does My Makeup Challenge. En dat is als je vriendje je gaat opmaken. En zoals je misschien wel weet, hebben jongens niet echt het meeste verstand van make-up. Achter beautyvideo's zit niet alleen maar serieuze staf, zeg maar. Het is echt ook wel om de humor en gewoon om het vermaak van mensen. Een ander lipproduct wat een favoriet was, is deze Laura Mercier lipgloss. Ik volg een Nederlandse, Masha Feoktistova. Zij heeft de grootste beautyblog van Nederland. Met ongeveer 100.000 vrouwen per dag op haar site. En ik vind dat zelf wel eigenlijk een hele grote inspiratiebron. Vergelijkbaar met hun vlogs is jouw leven eigenlijk heel saai. Want het lijkt net alsof ze elke dag wat leuks meemaken. Ik vind het ongelooflijk vet. Ik ga het jullie nu meteen laten zien. Ja, het is een open jongen. En hij vertelt veel. En ja, het maakt hem eigenlijk niet zoveel uit wat hij vertelt. Maar als je het maar vertelt. Daarboven zie je dus een balkon en er komt ook aardig wat pers. Zullen we de AWB bellen? Ja, bel jij de AWB even? Ik ga de AWB bellen. Dit schuift een weekje op, dus ik kan morgen weer werken op kantoor. Ja, dan leer je echt zo'n persoon kennen zonder dat zij of hij jou kent. En dat is eigenlijk wel heel grappig, want dan denk je, ja, je kent elkaar eigenlijk heel goed. En voor jou ben je dan bijna vrienden of beste vrienden. Maar eigenlijk ben je maar gewoon een kijker waar zij of hij hun geld mee verdient. Ook, ik ben in één keer echt heel erg moe. En ik heb ook gewoon heel erg veel zin om gewoon te gaan slapen. Nou, hij heeft eigenlijk bijna geen leven zonder YouTube. Het enige wat hij heeft is de nacht voor zichzelf. Dan filmt hij niet. Dikke, vette, peace! Hashtag StreetDreamsMag, hashtag Lightroom, hashtag Fisco, hashtag ShootKill, hashtag KillEveryGram, hashtag WayTooIll. Instagram gebruik ik vooral om inspiratie te vinden. Ik vind het interessantste dat je andere mensen uit andere landen kan volgen. En dan vooral fotografen of filmmakers die ik zelf gewoon erg interessant vind. Echt de master van Instagram vind ik echt wel 13th Witness. Dat is een fotograaf uit Brooklyn. Hij heeft het nooit zelf gedaan om het geld te verdienen, maar meer omdat hij het leuk vindt. Alleen toen heeft hij toch ontdekt van, oh, ik kan hier ook geld mee verdienen. En toen hij gewoon begonnen is met leuk foto's maken, nu heeft hij meer dan 500.000 volgers en is hij echt het grote voorbeeld. Ik wil niet zeggen God, maar het is echt een hele grote geworden. Reactie, de Instagram reactie is van een Amerikaanse gozer die woont in L.A. En die volgt mij en ik volg hem ook. Ik wou bijna zeggen op Instagram heel ontmoet. Klinkt natuurlijk heel raar, want ik heb hem nog nooit ontmoet. Ik denk een paar weken terug of een maand terug, toen heeft hij mij gevolgd. En toen zei hij van, dude, your pics are awesome, man. En
En als hij dan ook zo terugreageert en dan eigenlijk hoe vriendelijk je dan met elkaar omgaat, is het wel echt zo'n gozer dat ik echt zou denken, al ben ik een keer in L.A., dan zou ik hem ook echt een berichtje sturen van, yo, zullen we samen een keer even wat foto's gaan schieten? Op Snapchat is het zo dat je bijvoorbeeld heel even een foto stuurt met een berichtje erbij wat je aan het doen bent. En op Instagram is het echt van, als je die Instagram foto post, dan zit wat meer verwachting bij hebt, dan steek je wat meer moeite in. En het is ook niet zo dat je heel snel een Instagram foto post, want die wil je bewerken, die wil je mooi maken. En met Snapchat is het gewoon snel, pats, boom. Dat is toch wel heel gaaf, want dan lijkt het alsof je door middel van foto's een onbewust gesprek op gang aan het brengen bent. Reageert iemand weer, hey, we zouden nog een keer samen eten, en dan komt daar weer zeg maar wat uit. En het is eigenlijk een soort van herinnering aan elkaar. Als je elkaar weer in die timeline ziet van, goh, die heb ik al lang niet gesproken. En dan begin je weer gesprekje. Je zit niet lekker in je vel en dan kan je dat altijd heel even whatsappen naar een vriendin. En als het echt zo'n vriendin is die ook op hun mobiel zit tot laat in de avond, die reageert dan. Het is zo vergroeid met de samenleving tegenwoordig dat je constant actief bent op je telefoon. Dat niemand het ook raar vindt als jij midden in een gesprek, terwijl je over je gevoelens aan het praten bent, iets heel emotioneels, dat iemand de ander even kijkt en dan ga je gewoon verder. Nou, sinds we het interview aan het doen zijn, heb ik 4 Snapchats binnengekregen, 1 WhatsApp berichtje en een Instagram. Oh, nou, ik kreeg nu net een appje van mijn vriendin, wat ik aan het doen was. Dan kan ik even iets vertellen dat ik momenteel word geïnterviewd voor een docu. Zij is nu op school. Ze stuurt foto's van haar vriendinnen die heel lelijk op foto's staan. Het leuke van zo'n lelijke foto van jezelf, maak je naar je beste maat sturen. Omdat je krijgt zo geniale reacties terug. Ik begrijp wel wat mensen nog steeds niet snappen aan wat er zo vet is aan Snapchat. Maar ja, wat het wel met zich meebrengt is dat jij echt een vreselijke smoel kan trekken naar je beste vriend. En die stuurt naar hem. En die gozer die kijkt de foto en die gaat helemaal stuk. En die denkt, ah, die wou ik terugzien. Maar ja, dat kan dus niet. En dat kan die ook niet belachelijk maken bij je vrienden. Als Snapchat ooit gehackt wordt of als al die foto's die ik naar mijn maat stuur ooit uitkomen, dan is mijn toekomst in de maatschappij echt niet meer zeker. Vroeg zich af waar we nog steeds aan het interviewen waren. Maar ik zei, ja, er zit best wel tijd in. Ik denk dat mensen een beetje zwart-wit kijken naar van, oh, de jongeren zitten zoveel op hun mobiel. Maar niet echt kijken naar de reden waarom ze op hun mobiel zitten. En dat vind ik toch wel eigenlijk belangrijker dan dat je zoveel op je mobiel zit. Zondag is echt voor mij mijn rustdag. Voor het slapen gaan doe ik me altijd heel even aan. Kijk ik even, want ik krijg 50 berichtjes van 10 verschillende mensen of zo. Die vroegen, ja, hoe gaat het? Je bent al zo lang niet meer online geweest. Wat is er allemaal aan de hand? Het is wel een nadeel dat je constant online moet zijn. Nou, ik ga nu naar mijn broer. Kijken of hij nu online speelt. Fontijn! Ja? Wil je even online gaan? Ik ben er weer. Lekker dan. Ja, hij is live. Hij is live. En nu ga ik kijken. En dan krijg ik eerst een reclame. We moeten deze wel winnen. Ik ben nu Call of Duty aan het spelen. Met vrienden van mij. Online. Livestreamen is zeg maar, jij zit bijvoorbeeld thuis een spel te spelen op je Xbox. Zeg maar. Jij neemt dat zeg maar op met een game capture, aansluit op je tv en je gameconsole en je drukt op 1 knop en hij neemt je scherm op. Op YouTube wordt zo'n filmpje best wel vaak bekeken, maar het ligt er natuurlijk aan of je veel subscribers hebt. En dit doet mijn broer dan nu. Jongens, wacht even, ik kom zo terug. Oh, wacht, ik blijf. Omdat ik nog bezig was met iets anders. Sorry, jongens. Enzo Knol
Die post elke dag om 4 uur een filmpje. Ik geloof als hij een filmpje niet uploadt, dan breekt de hel los onder die kinderen. Ik denk als je elke dag iets post, elke dag ook zo hebt volgehouden en je doet een keer iets niet zonder iets te laten weten van je. Ik denk dat mensen dan wel denken van, hey, what the fuck, waarom doe je niks? Vergeet niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal voor meer dagelijkse video's. En hopelijk zie ik jullie morgen om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. Daarbij heeft hij ook nog, post hij ook nog Minecraft video's. Die hij dan om 7 uur post. En dat doet hij dan elke dag. Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Crow Power! Holy fuck. Yup, dat bedoel ik. Wauw. Hij is echt ziek goed. Echt sick. Protection 4, Unbreaking 3 en Thorns 2. Wie wil er vechten tegen de kampioen? Look at this. Oh! Get wrecked. Ik hou van FIFA. Ik ga niks meer anders spelen dan FIFA. Oh my fucking god, man. Nou, mensen nemen een spel zeg maar op met een game capture. En dan praten ze daarbij. Ja. Nee, op het dak! Oh, die was bijna! Dat vindt de kijker blijkbaar leuk. Het is leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Skars! Oh, Ronald. Leuk. Het is helemaal niet leuk, ik heb nog een zwaar, dus ik ga eraf. Hoezo zeg ik nou alweer leuk? Zeg? Oh ja, ik zeg leuk dat jullie kijken. Ik denk dat het grootste kanaal van Nederland ongeveer Enzo Kanon is. Bijna 300.000 abonnees volgens mij. Nee. 620.000? Ik ga even kijken. Okay. Loden! Kijk hoeveel subscribers Enzo heeft. Kom, nu. Let op, hè. Oh, holy shit. Okay, nice. Okay. Stoppen met Minecraft. 634.834. Okay, rond de 600.000 subscribers. Kan je die van mij eruit kniffen? Just gonna steal your donuts, make your coffee, okay. PewDiePie, dat is de meest geabonneerde YouTuber van heel de wereld. Die verdient meer dan 4 miljoen per jaar, hebben ze op wel de sites laten weten. Ik bedoel, daar kun je gewoon rijk mee worden dus. Nou, ik heb nu in totaal 2 euro verdiend, geloof ik, via advertisements op YouTube. Als ik geen profkeeper word, wil ik graag kok worden. En als ik geen kok word, wil ik misschien in de computers gaan werken. Dus misschien op YouTube, net zoals Enzo Knol of gamekanaal. Maar ik denk dat ik er dan wel wat bij moet doen om geld te verdienen. Zonder internet. Ik had absoluut niet geweten wat ik weet over fotografie als ik geen internet had. Ik zou er misschien wel zonder kunnen, maar ik zou er niet zonder mee willen. Een specialist die jij gewoon enorm interessant is, zijn skills deelt als het ware. Als je dat echt kan zien, dat is gewoon de beste informatie die er is. Zonder die beauty video's was ik nu niet zo'n beauty liefhebber geweest. Gewoon internet is zo belangrijk toch? Het klinkt heel spiritueel, maar om je geest te verruimen. En om nieuwe dingen te ontdekken. Wil ik een nieuwe camera kopen, dan tik ik het cameramodel in. Als ik dat soort video's kan bekijken en mijn kennis over die camera kan verrijken, dan werkt het voor mij heel goed en vind ik het fijn dat ze dat product zo aanprijzen. Ik had laatst bijvoorbeeld een bronzer gekocht, zodat je een beetje een summer glow, zeg maar, krijgt. En die vond een of andere beautyblog vond die helemaal geweldig. Dus ik dacht, ik test hem ook uit. Ik moet zeggen, ik vind hem echt helemaal niks. Dus dan denk ik ook van, is dat nou de waarheid? Of gaat zij anders met het product om? Dan weet je het eigenlijk niet meer. En als jongeren of volgers dat zien van, oh, hij gebruikt het product, dat ga ik ook eens een keer testen. En ja, dan voel je toch een soort van cool als je meedoet met die persoon waar je fan van bent. Heel veel mensen zeggen dan overdreven vaak hoe fijn ze het product vinden. En ik heb het gevoel dat ze dat echt alleen maar doen zodat ze meer kijkers zullen trekken. Zodat die kijkers meer producten gaan kopen. Eigenlijk zit er overal wel een addertje onder het gras. Dankjewel. Ze hebben nu namelijk een nieuwe telefoon, de HTC. One M9, link staat in de beschrijving, je kan bestellen via Vodafone. En als je nou heel slim bent, bestel je gewoon meteen iets bij. Namelijk deze geluidset. Iedereen weet ondertussen wat een GoPro is, want het is gewoon een stok met de camera erop. En het kan tegen water en tegen klappen. En als jij ziet dat jouw favoriete artiest daarmee zijn optreden heeft gefilmd, denk je, goh, dat ding is ook vet. Ik wil even kijken hoe dat werkt. Maar dan zegt hij niet van, ik ga nu filmen met mijn GoPro. Vaak heb je als je
geen adblocker hebt, heb je voor het filmpje een kort promotiefilmpje van een, weet ik, van de nieuwe Hyundai, ik noem maar wat. Als ik dan soms de reclames zie die vooraf van het filmpje worden getoond, dan zijn het meestal reclames die totaal niet aansluiten op mijn behoeftes of wat ik nodig heb. Ik moet tegenwoordig dus wel zelf in shape blijven. Gelukkig heb ik interactieve televisie van Telfort met alles erop en eraan. Hey. Mensen klikken die video aan om die video te kijken en niet naar de reclame. Nou, en dat was het.